ultramarijn. En dan, ik heb geen wit meer. Maar dan komt het. Dan moet je wit. Ja. Meng je hem tot grijs. En dan neem je hem. Ja. Ja, en dan zie je, dan krijg je eigenlijk vanzelf als je een blauwiger wil. Oh. Dan zie je blauw-geliger. Prachtig. Ik vind het ontzettend leuk om met mensen te zijn en om te gaan. En hun te enthousiasmeren. En hun eigenheid te laten ontdekken. En dat is denk ik... Klopt met mij, met wie ik ben en mijn ontwikkeling als mens. Gewoon eigenlijk heel erg naar binnen gekeerd, steeds meer naar buiten. Ik ben nu gewoon met het sociale gebied van mijn leven. Ja, de sociale periode. Ja, maar ik was een beetje misschien ook wel kluizenaarachtig. En dat ben ik niet meer. Ik heb jaren ook eigenlijk voornamelijk alleen maar getekend, getekend, getekend. Ik was heel erg met het tekenen bezig. En nu ben ik dan meer met pastel en naar kleur bezig en het ritme van de schepen. Ik heb nooit boten geschilderd, maar sinds ik hier ben en niet meer midden in de stad zit, is het hier het landelijk noord wat me echt boeit. En ik ben nog heel erg aan het zoeken naar dat perspectief van die schepen van bovenaf, maar ik vind ze wel heel erg mooi in hun kleurenritmes en eigenlijk met elk wisselend licht. Ik ben nog in een ontwikkelingsfase hiermee. Waar ik naartoe wil, dat zit dus eigenlijk al in deze. Het zijn de kleurstudies een beetje. Gewoon puur van de schepen. Die vertelt al iets. Het blijven vast boten. Maar ik ben al op zoek naar die grotere vlek. Of naar die... Ik ben gewoon nog... Kijk, dit is eigenlijk... Dit zit dus... Dit is mijn nieuwe zoeken wel. Dat zit hier wel in. Elke keer is het anders. Het is echt toen ik hier stond en uit het raam keek, dacht ik, ik hoef hier nooit meer weg. Ik heb gewoon elk moment een nieuw gegeven. En dat maakt ook wel dat ik naar waarneming ben gaan werken en dat ook veel ontwikkelen. Vlechten van het hart heet dat. Dit is misschien ook wel het licht van binnen. Je innerlijke licht. En nu ben ik meer bezig met letterlijk het licht buiten. Dat moet ik straks allemaal weer naar weg zetten omdat de cursus weer begint. En eigenlijk moet je hier kun je er overheen zetten op de vorm. Ja. En weet je, het werkt alleen maar mooier als je je achtergrond nog een keer eerst overheen. Ja, dan zet je eerst een gele vlek en dan meng je zo'n heel klein beetje rood ervan doorheen op je plat. En dan moet je eerst een schone kras hebben voor het geel weer en dan zet je het rood op en krijg je die streepjes. Oh, dat is hem. Dat is nat in nat, ja. Maar dan moet je hem eerst schoon die hebben en dan pak je die eroverheen. En dan die maakt voor jou nog een heel klein beetje. Dus zo, en dan weer een rode en dan eroverheen.